Koryotown Uncoin. Goedemorgen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Koryotown Uncoin. Nummertje 3 alweer, dames en heren. Waarom zijn er niet elke dag nieuwe video's uitgekomen uiteindelijk? Want Jordi J is. En omdat we gewoon geen tijd hadden om te editen en te renderen en te uploaden. Dus sorry daarvoor, maar jullie hebben hem nu wel. Als het goed is, we gaan vandaag naar Gamescom toe. We zin in! Vertel eens, faggots. Wat zijn we aan het doen? Snoepjes aan het jatten. Nice. Snoepjes aan het jatten van die Activision. En Energy. Yeah. Ze hebben wel goede energy, jongens. Er wordt hier wel goed voor gezorgd. Dat is zeker waar, dit is goed. Overal wordt redelijk goed voor je gezorgd. Wat gaan we zo doen? Jury gaat Destiny spelen. Ha, loser. Deze jongen gaat die Kyro spelen. En Jordi speelt die zieke game. Die zag die helemaal niet uit. Helemaal niet, nooit uitgekomen. Zo super. Ja, hype. Skylanders. Ja, weet je, Jordi wilde eigenlijk Black Ops, maar ze zijn er wat beter. We hebben Skylanders. Ja. Die wereld moeilijk, is dat weer een expert. Verdomme. Oké, okay, Rick, jij bent dus nu Guitar Hero aan het spelen. Yeah. Dit is de nieuwe gitaar. Ik speel eventjes het makkelijk, want dat zit met te moeilijk voor me. Je hebt nu 6 knopjes in plaats van 5. Ja, fuck it. En ja, het is wat moeilijker. Oh, het publiek gaat helemaal wild, Jordi. Oh, Rick, geef ze meer. Yo guys, ik zit nu even alleen, want Jordi en Rick zijn Guitar Hero en Skylanders aan het spelen. Ik heb net Destiny gedaan, de nieuwe DLC. Ja, er staat hier Koning der Possessen, maar dat is Duits en ik weet niet hoe de DLC eigenlijk in het Engels heet. Maar in ieder geval, voor de mensen die Destiny spelen, het is een echt super toffe DLC. Ik heb tijd zelf Destiny gespeeld en dit is gewoon echt weer nieuw content. Er gebeuren weer nieuwe shit en het is echt de eerste missie die ik gespeeld had. Dat was gewoon de introductiemissie en daar gaat de shit helemaal los gewoon. Dus dat wordt super awesome. En ja, ik ben benieuwd wat Rick en Jordi van Guitar Hero vinden van Skylanders. Misschien dat je zullen er horen bij hun eigen vlogs. Who knows? Zo, we zijn bij Activision weg en we gaan nu richting Hitbox voor onze invites voor vanavond voor de party. Invite. Wat vonden jullie van de games van Activision? Lekker. Ik vond Destiny super, maar dat heb ik je verteld. Ik heb Skylanders gespeeld, zeg maar, de racing game van Skylanders. Ik vond het leuk. Ik vond het echt leuk. Ik heb mezelf vermaakt. Ik heb echt keihard lopen ownen. Ja, Rick? Ik heb die Guitar Hero gespeeld. Ik was eerst een beetje gechoqueerd, maar uiteindelijk ook weer blij verrast. Ik heb toch wel genoten uiteindelijk. Dat was mooi. We gaan nu de menigte in, dus jullie horen er niks meer. Dus tot straks. Uh-huh. Hier zitten we opeens dan bij EA, dames en heren. We hebben zoveel afspraken vandaag dat we gewoon elke keer op een andere plek zitten. En daar fixen wij ziek lekker ijskoffie. Zieke gratis drankjes en de hele tafel nog hier vol met chipzakken. Die vrouw kwam net ophalen, ik zat hier in mijn eentje. Lag heel de tafel hier zo vol met chipzakken. Ze hebben dus van die hele kleine zakjes chips. Precies. Maar die chipjes in zitten, wij vreten die allemaal leeg, joh. Shit. Maar wat gaan we hier doen bij EA? Wat is wel belangrijk voor de kijkers? Ik heb Mirror's Edge gespeeld. Mirror's Edge, wat wel nu kort even mening. Mirror's Edge, ik vond het heel traag beginnen. Maar aan het einde was het overal glas en ik kon geen explosies, maar het was het top. Nice. Gewoon heel langzaam en toen in één keer, oh nee, ik ben ontdekt. Dat was het top. Oké, ja, ik heb FIFA 16 gezien, dat was lekker. Ja? Dat was gewoon FIFA 15, maar dan met een 16. Ja, precies. En dan gaan we zo meteen kijken naar Star Wars Battlefront. En dat wordt natuurlijk wel echt de klap op de vuurpijl van EA waarschijnlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. We zitten in de auto op weg naar de Hitbox Party. Nou ja, dit is Italië, jongen. Oh ja, we gaan eerst Italië. We gaan richting de Hitbox Party. We zijn op gang. Daar komt het op neer. Gang. En wat is Hitbox voor de mensen die het niet kennen? Twitch! Het is Twitch, maar dan dat zuigt het minder hard. Ja, dat is eigenlijk, het is iets kleiner, dus daar gaan we heen en we gaan lekker zuipen. Het zuigt minder hard, maar het is ook meteen kleiner. Wij hebben McDonald's gegeten en we gaan het waarschijnlijk laten staan. Ja, laten staan, we gaan heel snel weg. Ja, we zijn zo badass, niggas. We gaan nu naar de Hitbox Party, let's go. Dames en heren, nog even wat scherp stelt. Wij hebben drank en drugs. Drank en drugs. En deze tiener zegt ja tegen MDMA. Het is allemaal gratis, deze box, jullie zijn geweldig. Proost. Deze jongen is bijna jarig. Ja. Woehoe. Dames en heren, het is je boy Rick Roers met een checky op dit box. Hij is bijna jarig, het is geweldig. Nou, we zijn weer aangekomen, jongens. Dit was niet te flint. Ik wilde gaan afsluiten, maar we gaan morgen nog terugrijden. En we dachten, laten we dat erbij pakken, want vandaag hebben we niet zo heel veel gevlogd, omdat we best wel moe waren. We gaan nu lekker slapen. Morgen gaan we dus terug naar Nederland toe. En Jordi, heb je een beetje naar zin gehad? Ik heb enorm naar mijn zin gehad, maar ik ben wel moe. Ja, we zijn allemaal denk ik wel moe. Ik merkte vandaag ook pas tijdens dat feestje dat gewoon mijn lichaam ermee. Die was het niet meer mee eens. Ja, die protesteerde er tegen gewoon. Dus we gaan nu snel slapen, jongens. Het is tijd. Het is bedtijd. De hoogste tijd.
Wordt weer bedankt voor weer een avond gezelligheid. Nou, ik ga vandaag naar huis. Dat is niet leuk, Erik. Je bent jarig. Dat is een goede opmerking, ja. Rick is vandaag jarig en wij zijn aan het inpakken hier, dames en heren. We gaan zo weg. Om 12 uur moeten we dit huisje uit. En dan gaan we op weg naar Utrecht. Want daar gaan we met de trein terug naar huis. En dan is het alweer voorbij. Panja Town om Keulen 2015. Wat vond je ervan, Rick? Leuk. En ik was erbij. En Timo was erbij. Maar wie boeit daar weer Timo? Timo heeft kunnen meemaken. Ik haal gewoon Timo. Hij heeft zelf mijn verjaardag nog meegepakt. Dat is wel speciaal, dames en heren. Dat is wel speciaal. Dames en heren, we hebben hier iets speciaals. Een verjaardagskaart voor Rick, maar dat weet hij nog niet. Dit is wel sexy. Dit is heel disturbing. Dit gaat verdomme. Oké, guys. Dus het is zover. Het is Rick's verjaardag. Yeah. Dat weten wij. Achter de schermen heb ik een kleine geitje kunnen regelen. En ik zit er al een tijdje op, dus hij is helemaal warm. Oh my god. Oh my god. Oh my god, wat is het ding? Hier. Het is een verrassing. Oh nee, een verrassing. Het is een verrassing. Je moet alles oplezen, wel een beetje naar beeld lezen. Alles hardop lezen. Alles voorlezen. Alles voorlezen, ja. Springstof opgegeven. Oh jongens, rustig. Oké, maak het open. Het is een kleine geitje, hè? Het is geen groot geitje, het is een kleine geitje. Check voor heel veel euro's. Is het een... Jij krijgt de auto en jij krijgt de auto. Oh, wat mooi. Ik weet niet precies hoe oud je zou worden, dus ik heb gewoon zo'n kaart gepakt waarin ik toch al goed zat. Oh, dat is cool. Je kan zeg maar dus de leeftijd aanpassen, of hè? Nee, maar het is gewoon... 20 en de 30. Ja, precies, dat dus. Dus ik zat altijd wel een beetje... Erg lousy. Ja, dat wel. Maar hij heeft wel gelijk. Okay, ja, precies, dus 20 en 30. Oké, ik ga het voorlezen. Nee, tussen de 20 en de 30, dus 21 en 29. Lees het voor, Rick. Ja, I back now, Colin, je verziekt het weer. Al mijn vrienden die in de wereld hebben allemaal een stukje erin geschreven. Er staan vier dingetjes in. Er staan vier dingen in. Je bent een toffe pik. Gefeliciteerd. Jordi. Aww. Dat vind ik lief. Krat Broski, geniet ervan. Dat is deze gozer. Niemand kent hem. Niemand kent hem. Van hem, hè. Je bent mijn favoriete YouTuber. Gefeliciteerd, man. Kusje, Timo. Dat had niet gehoeven. Jawel. Niemand mag je. Konijn. Konijn? Konijn. Hij heeft toch de moeite gedaan om het op te schrijven, dus dat doet me al goed. Dan weet je het gewoon voor altijd. Dan heb ik nog homo, uitroepteken, kusje, knuffel, Yuri. Daarom was je zo snel klaar met schrijven. Ja. Dag al. Oh god, dat is lekker het laatste natuurlijk. Patrick heeft ook nog iets liefs opgeschreven. Nu moet ik even kijken wat er staat. Het zal vast heel lief zijn. Even kijken hoor. Dankjewel. Ja, precies. Het eindigt met wordt het zelf vappen. Vappen? Wat? Zonder flappen. Oh, zonder... Die is goed. Zonder flappen wordt het zelf vappen. En dan smiley face, gefeliciteerd Patrick. Dit is wel geniaal. Ja, gefeliciteerd Rick! Wow. Nieuwe Twitter beschrijving voor mij denk ik. Flappen wordt het zelf vappen. Maar dan moet je wel een streepje dan Patrick 2015. Ja, dank jullie wel jongens. Er zitten ook nog ballonnetjes bij. Ja, dan gaan we zingen jongens. Hebben jullie mond aan? Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hip de piep, bye bye. Hip de piep, joh. Timo. Doei. Doei. Timo gaat weg. Het is een zielige dag voor de mensheid. Oh. We hebben nu wel rustig. We leuk gewoon gelijk de hele fucking kofferbakkie. Zijn zak is gescheurd. Yo, tasje pakken. Dan kan iedereen in de trein in het neus kijken. Oh, sexy. Dat is met zijn gescheurd bezig. Nou, guy. Ja, thanks. Guy. Ciao. Homoseksueel. Tot op school weer, Yuri. Tot op school weer, man. Laat man. Tot kort. Dames en heren, eindelijk even wat te eten. We zijn, we zijn bij een wegrestaurant en daar was een Burger King. Dus ja. De jongens en ik, wij hebben Burger King. Wop, is lekker. Deze heb je niet in Nederland.
Volgende lekker. 2 euro, uieringen, barbecue saus, kaas voor mijn leven. Nice. En kijk, Ralf, die is gewoon sophisticated. Die heeft gewoon een lekker currywurst gehad. Sophisticated curry. En daar zit Colin. En die heeft helemaal rijst en shit. Die is helemaal goed bezig. Dat wij Burger King halen, dat jij goed eten haalt. Misschien moeten wezen. Nou guys, Nederland. Daar zijn we dan. We zijn terug in Nederland en het is voorbij. Het is het einde. We gaan die end. We gaan die end. We hebben de end geraakt. Death of Dragon hebben we verslagen. Het is gewoon klaar. Hebben jullie van genoten? Ik heb er heel erg van genoten. Is het gezellig? Ik heb het gezellig geweest. Het was leuk. Biotown aan het feestje gehad. We hebben het keurig in 2015. Nogmaals excuus dat dit elke dag nieuwe vlogs op mij gekomen zijn. Het was allemaal zijn schuld. Het is allemaal zijn schuld. Hij wil niet editen om 4 uur s'nachts. Echt fucking slecht. Nee. Ja, dief alles weg. We maken gelijk een rotzooi hier. Zo. In ieder geval bedankt voor het kijken naar Bonnet en Omkele 2015. Hopelijk volgend jaar weer. Vergeet ik niet even te abonneren op Chop.nl. Oh, dat was die even. Nou, jongens, graag in ieder geval. En jongens,